Ouders, grootouders, andere belangstellenden, collega's, heel hartelijk welkom op de afscheidsavond en op de musical, de uitvoering van de groep van meester Roel. Jullie kinderen gaan van school, ze gaan van de basisschool. Want als het goed is, gaan ze nog een hele lange periode naar school. Want tegenwoordig moet je heel lang leren, wil je daarmee stoppen. Eigenlijk moet je levenslang leren, maar dat gaan we maar niet tegen de kinderen zeggen, want ze zijn er hard aan toe om iets anders te gaan doen, vakantie te houden, iets leuks te doen, zoals deze musical. En u wens ik heel veel sterkte de komende jaren, want wij hebben hier, de meeste kinderen hebben van deze groep 8 jaar hier op school gezeten, hebben 8 jaar een eigen meester, 2 juffen gehad, 2 meesters, heel overzichtelijk. De komende periode, en dat zult u misschien al lang weten, zeker als u al een tweede of een oudste kind bij de voortgezet onderwijs hebben, maar dat zal voor de kinderen heel anders zijn. Niet alleen anders omdat het schoolsysteem anders is, maar ook omdat ze gaan zelf veranderen. Ze worden meer mens. En dat gaat altijd gepaard met ups en downs. En die downs zijn voor u het zwaarste. En waarom zeg ik dat? Nou, ik spreek uit ervaring. Ik heb zelf ook kinderen in deze periode gehad. En ja, soms valt het mee, maar soms valt het ook heel erg tegen. We zijn zo'n joden van de basisschool. De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan. Maar laten we niet vergeten, ook meester Roel, die heeft keihard gewerkt om deze avond tot een succes te worden. En ik zou deze keer eens willen beginnen, niet met applaus voor de kinderen, maar met applaus voor meester Roel. Maar ik heb een idee hoor, dat applaus. U mag even blijven klappen, want u ziet daar een prachtig decor gemaakt door de moeder van Mirna en de moeder van Pim en Kino. Dus ik denk dat je daar heel hard voor moet klappen. Zelfs de Zeeuwse vlag wordt opgesteld. Prima. Nou, zoals u al ziet, de musical gaat over een prachtige boot. De reling is getekend, de achtergrond. En op die boot, daar is ook altijd een kapitein. En die heeft u ook al gezien, want die heeft u hartelijk welkom gegeten. Dus eigenlijk zit u al op het schip, u voelt het ook al een beetje, toch? Ja. Dat dacht ik al, lekker warm, hè? Die kapitein, die heet Klots en die wordt gespeeld door Quinten. En dan komt hij. Welkom bij Cruise Ship. Oh, kijk, weet je dat ook in ieder geval. Dus van hem niet voor mij. Maar hij kan niet alleen varen, want ja, hoe moet dat nou, hè? Dekken schrobben, zeilen hijsen, misschien is het wel een stoomschip. Dan heb je een goede matroos voor nodig. Die heet Koos Matroos, gespeeld door Salvadori. Doorvertellen. Ik weet altijd, ouders die gaan dat doorvertellen. Wil je wel je mond in staan? Dan zijn er ook nog 2 mensen, die zijn een beetje oud bejaard. Die hebben zelfs de tijd van Piet Hein nog meegemaakt. Dan moet je niet naar mij kijken, ik niet, hè. Maar dat is Vlegel en die wordt gespeeld door Tom. Het duurt een tijdje voordat hij opkomt, want dat is een beetje oud, hè. Wij zijn die 2 met het verkeerde been uit bed gestapt. Heb je dat zat? Nou, dat ziet u straks wel. En Schobbejak gespeeld door Tommy. Kijk, we varen langs een eiland. Aan boord moet er ook gegeten worden. En dat wordt gedaan door Mario, de pizzabakker, maar niet heus, hij bakt hamburgers. En dat wordt gespeeld door Maxi, maar dan komt hij. Een echte Mario. De... Oh,
mooi, want ik maak lekker standaard van land. Van Mario. En ja, er zijn ook mensen die zijn aan het wandelen en hoe die nou dat cruiseschip verzeild raken, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar één daarvan, dat is Leila, gespeeld door Petek. Maar Eurozak, het zonder dat ik niet door mijn rugzak. En Wout, gespeeld door Nino. Ik draag zeker 15 blikken soep op mijn rug. Dat is niet handig als je rugzak hebt. Josje wordt gespeeld door Luca. Kom, we gaan backpacken. We gaan alles lopen doen. Het is maar dat je het weet. Dan hebben we ook nog een tweeling. Summer en Frosty, gespeeld door Gian en Marieke. Het is een echte tweeling, want ze zitten echt met elkaar. Duurt ook wel even. Maar ik hoop het niet. Nee, ik ben naar het noord toe. Frisse lucht en lekker koud. Tweeling heeft nooit ruzie, gelukkig. Sommige mensen die eten heel veel snoep, moet je niet doen. Maar helaas van je kies moet hij eruit. Laat zoete kou gespeeld door Alex. En die is getrouwd met Laura Zoetekouw, gespeeld door Quintana. Dat is een beetje oud, jij bent zo'n vrouw. Mijn man is heeft kiespijn. Hij is juist grimmig en bij de tandarts. En die wilde hij per se met deze boot mee. Dan hebben we ook nog een zwangere aan boord. Niet gelijk naar mij kijken, ik heb er niks mee te maken. Annabel, gespeeld door Mirna. Ik ben hoogzwanger en dat is geen feestje. Ja, dan weet je wel, hè, moeder, dat is geen feestje. Dan hebben we ook nog Maarten van Rossig. Dus niet Maarten van Rossum, want die konden we niet betalen. Dus het is maar Rossig geworden. Gespeeld door Gabriel. Beetje een aparte man, hoor. Beetje een aparte man. Dan hebben we ook nog mensen die de zaak een beetje moeten vermaken op trompetten. Rob, gespeeld door Pim. Dat is dan 15'tjes, zoals afgesproken. Zo is je wel van allebei je vader dan. En Bob, gespeeld door Lucas. Ik kan er mee door, hoor. Dan hebben we ook nog twee vriendinnen. Die ene die gaat op reis en die denkt dat ze haar vriendje achterlaat, maar die komt er wel achter. Vriendjes gaan er altijd achteraan. Net als u achter uw man of vrouw aangevliegd hebt, vroeger. Een tijdje geleden bij sommigen natuurlijk, dat snap ik. Vlinder en die Leira. En dat is Sophie en Franka, die komen samen. Dat zijn vriendinnen. Ga je vriendje niet missen? Ik? Nee hoor. Of toch wel? Nou ja, ik weet het niet. Ja, ik weet het ook niet. Misschien komt er ook, hè. We hebben ook Abel aan boord. Mevrouw Vlederus. En die wordt gespeeld door Yara. En kijk maar eens hoe Abel is eruit. Ik ben mevrouw Vlederus. En ik ben voor Abel. Kijk, dat bedoel ik. En ja, Adel komt nooit alleen, maar die hebben altijd iemand die ze helpt. Dat is Finja, die wordt gespeeld door Mirjam. Mevrouw, ik kan de koffers beneden niet kwijt. Ja, je moet altijd de koffers draaien. Ik zou het doen, maar goed. En dan hebben we ook nog een voetbalteam aan boord. En die hebben een speciale rol. Het is een heel goed voetbalteam, bijna net als Barcelona. Hebben we Frits Spits, oh nee, Frits, gespeeld door Max. Frits, en ik ben een topsporter, maar ik kan Vlinder niet loslaten.
Onthoud dit, hè. Dan hebben we nog Hamir, gespeeld door Jordi. Als je dat maar weet. Maar ik weet waar, maar ik verklap het niet. Figo, gespeeld door Zakarias. Bezielen, hè. En ik ook. Dan hebben we nog Adrie. Die wordt gespeeld door Wesley. Ja, wat die nou precies komt doen, dat weet ik niet. Maar u ziet er vanzelf opkomen. Ik ben Adrie en dit is mijn papagaai Houston. Ik neem hem echt overal mee naartoe. Dames en heren, van harte gefeliciteerd met jullie prijs. Welkom aan boord van Cruisin de Wereldreis. De trotse galons van het anker op, vandaag is met ruime som. We gaan vertrekken, all aboard, all aboard. Is het niet geweldig, Dilara? We gaan op reis. Zomaar de zee op en maar zien waar we uitkomen. Heerlijk. Ja, vriendin, het is geweldig. Maar, ga je je vriendje niet missen? Ik? Nee hoor. Of toch wel? Nou ja, ik weet het niet. Het enige wat ik wel weet is dat ik mijn hele leven al droom van een reis rond de wereld. Dit is mijn kans. Een wereldreis? Maar de bestemming is toch nog lang niet bekendgemaakt? Nee hoor, maar mij houden ze niet voor de gek. Ik bedoel maar, dit schip heet de Wereldreis. Dus dat kan toch maar één ding betekenen? Oh, denk je echt? Ja! Yay! Frank, waarom hou je hals over kom met deze reis mee? Annabel, zeg nou zelf, dat is toch een buitenkans? We mogen gratis mee! Zit als onze huwelijksreis. Onze huwelijksreis? Daar kom je nu mee. 2 jaar geleden wou je niet eens op huwelijksreis. Logisch. Toen kostte het handen van geld. Nu kost het ons niets. Als ik tijdens de reis mee krijg, hou ik jou ervoor verantwoordelijk. Maak je geen zorgen. Het is een korte cruise. Hou jij je kaartje bij je? Het is een bewijs dat we mee mogen. Weet je wat was? Zeker, meneertje? Onze namen staan er niet eens op. Dat maakt toch helemaal niks uit? Iedereen met de briefkaart is een winnaar. Ook jij bent de winnaar. Yay! Goedenavond, 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 goedenavond. Ik ben Koos Matroos. Ik sta geheel tot uw dienst. Ah, die Koos. Ik ben kapitein Koos. Welkom aan boord voor Cruise op de Wereldreis. Fijn dat je zo korte termijn kon komen. Maar waar zijn alle andere matrozen eigenlijk? Zijn jullie matrozen? Nee! Zijn jullie matrozen? Nee! Andere matrozen, jij bent onze enige matroos, Koos. Hier, nee. Zullen we het schip maar meteen in beweging zetten? Natuurlijk, kapitein! Komt voor elkaar! Mag ik lenen? Ja. Hees de zeilen! Zeilen, de wereldreis is een stoomschip. Stoomschip! Maar daar heb ik helemaal geen ervaring mee. Maar je was toch een allround matroos, Koos? Hier, lees deze handleiding en dan vlug aan de slag. Oké. Vlinder, als dit een wereldreis is, hoe doen we dat dan met school? We hebben maar een paar weken vakantie. Goed dat je eraan denkt, maar daar had ik natuurlijk al wat op bedacht. Moment. Hallo. Hoi, spreek ik met directeur Pieter? Ik wou even zeggen dat Vlinder de eerste paar weken niet op school kon komen. Hoezo niet? Nou, ze heeft een heftige aanval van spijbelaritis. Wat? U wil weten met wie u spreekt? Hij wil weten met wie ik spreek. Wat moet ik zeggen? Met je moeder natuurlijk! Met mijn moeder natuurlijk! Hallo? Hallo? Frank, je hebt toch wel een puzzelboekje meegenomen? Maak je geen zorgen, allemaal. Ik heb overal aan gedacht.
Ga je zomaar mee met deze boot? Oh Frits, het spijt me echt dat ik geen tijd had om je persoonlijk te vertellen. Liara en ik gaan op reis. We hebben een prijs gewonnen, zie je? Dus je gaat zomaar weg naar alles wat we samen hebben opgebouwd. Opgebouwd? Jullie hebben net een week verkering. Nou, dat is voor Frits wel, Cor hoor. Blijf. Wat zijn dat? Dat zijn verlepsia's. Trust me. Maar er zijn er dol. Dan heb ik nieuws voor je. Vlinder houdt helemaal niet van bloemen. Huh? Huh? Maar ze heet toch Vlinder? Ik snap het niet, Vlinder. Waarom wil je opeens op reis? Ik droom al mijn hele leven van een reis op de wereld. Dit is mijn kans en die moet ik echt grijpen. Ik hoop dat je het begrijpt. Als dit echt is wat je wil, dan begrijp ik het. Goeie reis. Dag Fritsie. Ja. Dag Vlinder. Kom jongens, we gaan trainen. Yes, that's the spirit. Here we go. Allemaal op Fritsie. Gaat het? Ja, maar wel gek hè. Hoe het leven opeens helemaal om kan slaan. Ik bedoel maar. Gisteravond wist ik nog voor niets. En nu staan we op deze boot. En opeens gaan we een geweldig mooie reis maken. En allemaal door deze kaart. Precies, allemaal door deze kaart. Naar beneden. Je hebt nog nooit zo'n prettig voorgevoel gehad.
hard schreeuwen. Laat mij maar. Wat uit! Koos, wat doe jij hier? Je was toch in de machinekamer? In de machinekamer bent u tegen mij aan het roepen of bent u tegen hun aan het roepen? Nee, tegen hen aan het roepen. Natuurlijk tegen jou, Koos. Oh, dan kan ik maar beter even checken of ik u daar beneden wel gehoord heb. Doei! Kapitein, kunt u ons helpen? We kunnen ons rug niet vinden. Genia, ik wil de kapitein eerst een ander bankje vragen. Het is namelijk opgevallen dat het schip maar één reddingsboei heeft. Dus? Wat nu als het schip zinkt? Ik kan niet zwemmen. Boeien! Dat is een bejaarde schobbejak. Twee bejaarde piraten. Ze reizen altijd met me mee. Gelukkig maar, mijn extra ogen is nooit weg. Een extra paar ogen? Oh wacht, hij bedoelt mij samen. Ze houden allebei een oogje voor me in het zeil. Kijk, waar was het eiland? Waar dan? Daar. Nee, hier. Hier? Nee, daar. Daar? Nee, daar. Oh, daar. Daar, ja. Ja. Ik zie het. Op het strand is een hele grote vis aangespoeld. Als ik het goed zie. Echt zo'n enorme joekel. Hoe heet zo'n vis ook alweer? Mag ik eens kijken? Tuurlijk. Pardon. Het is heel gek. Het heeft een muts op. Een ooggeschoren baard. En versleten kleren. Ja, dat zag ik ook al. Oh, dan weet ik al wat het is. Dat is een aanlager walvis. Hoe was de naam ook voor je? Maak u zich maar geen zorgen hoe beveiligd gaat met de Dennis. Deze boot is helemaal safe. Het is Federus. Ben jij? Ga jij de proef even naar het wijn? Ja, mevrouw, goed mevrouw. Waarom laat u zo, dat meisje zo smoegen met die koffers? Normaal draagt mijn man koffers. Maar hij kon niet meer op tijd. Hij zit namelijk tot aan zijn tenen in het gips. Ja, tot aan zijn tenen? Ja, vanaf zijn enkels. Mevrouw, ik kon de koffers beneden niet kwijt. Heeft het schip al geen ruimte? Tuurlijk heeft het schip al ruimte. Alleen het is niet zo ruim. Nou, misschien weer een vleugel en schrobbejak voor de koffers passen. We kunnen ze vertrouwen hoor. Vertrouwen? Die twee? Tuurlijk! De scheepvaart vertrouwt al eeuwenlang op ons. Hoe heet die Nederlandse zeehond ook weer? Met wie we heel lang geleden op zee hebben gezeten. Even denken hoor. Bedoel je Michiel de Ruiter? Nee! Die andere met wie we samen een zilvervloot hebben veroverd. Die. Oh. Even denken hoor. Wacht. Het begint met een H als ik ja, heb. Ja, met een H. Hein! Dat was hem. Ja, Hein! Mooie vent was dat. Die hield echt wel van het knokpartijtje hoor. Ja, die Robert was mijn reentje. Ik raak ook op van zelf, dat ze bij hen achterlaat. Bij wijze van spreken, bij ja, kom. Ja, mevrouw Flederus, goed mevrouw Flederus. Arme kerel, gaat het nog een beetje? Nee, ik heb zo'n pijn als een vrouw, kan echt niet tegen. Wat is er met jou aan de hand? Mijn man heeft kiespijn. Hij is juist schillend weggeren bij de tandarts. En toen wilde hij per se met deze boot mee. Ik ben bang voor die tandarts. Begrijp het anders. Dit is Lars. De Laura. Lars heeft eigenlijk altijd weg. Hij is ook een heel goed broer. Ik zit er automatisch in. En hij heeft ook nog een auto van de zaak. De stakker. Maar dat is toch allemaal geweldig? Het is een Audi. Arm. Heb je dag en nacht last van? Ja, zelfs als ik niks doe. Ja, die wil ik hebben. Ja. Laat me je duim eens zien. Nou, wat doe je dat? Wat is er met je duim? Die doet zeer. En je kies? Doet die nog pijn? Ach, wat voor mij. Graag gedaan.